een beer. Het was vanochtend een beetje regenachtig. Dus we hebben rustig aangedaan. Mijn koffiebroek is schoon en gestreken. En nu gaan we naar Danilia Village. Daar zouden we vrijdag heen. Nou, daar waren we vrijdag heen. En toen was er opeens die dag een wijnproeverij en moest je het dubbele van het entree betalen. Katien zei rijden dan? Ja. Dus we gaan nu heen en even kijken wat er is. Ja, het was heel dichtbij hoor. Naar boven. Een kleine tussenstop hebben wij. Even koffie. Deze had echt alleen maar koffie, maar we willen ook even wat erbij. Dus we gaan naar de volgende. Gaan we hier even heen? Ja, is goed. Wil je het binnenkijken? Dit is pas een bakker. Hey, je ziek is wel. Niet zo. Al lang joh. Gisteren. Zie je gisteren. 12 minuten. We zijn er. Benieuwd? Mm-hmm. Zeker. Je krijgt een gratis consumptie bij je entree. Wow. Moet je die 20 euro mee? Ja. Dat was... geen idee. Het was toch iets met... Die was gebombardeerd of zo. Of dat die kapot ging. Of door een aardbeving of zo. Ik weet niet. Nou, we moeten zo even opzoeken. Zoiets. Wat leuk. En dat een rijke... Dat kan. Ik weet het niet. Even kijken. Het lijken druiven. Nee, moet je even proeven. Volgens mij is het wat harder. Dat zou kunnen. En als eerste oezo. Lekker hè? Jawel, maar het is wel heftig. Eerste keer rijden in Brum. En waar moet ik heen? Gewoon met de weg mee. Een beetje rem af te rusten. Kan. Ik denk wel. Als jij wil. Maar nu moeten we toch de berg op? Ja, denk ik. Gewoon rechtdoor? Ja, gewoon rechtdoor. 11 kilometer. Top. Je hebt geen snake roads. Ja. Misschien een klein bochtje zometeen. Wat vind je van de eerste keer rijden hier?
mijn auto rijden eigenlijk. Wat zei je? Het is mijn auto rijden. Dat klopt, ja. Zo naar links. Wat is zo? 100 meter. Donkey. Ja. Links? Ja. Oh, leuk. Klaar voor? Ja hoor. Oh, gaan we weer. Oh. Ja, verder nog. Ja, gewoon verder. We kunnen hem ook hier neerzetten. Je kan ook. Het is nog 2 minuten. We zijn er. Veilig en wel hoor. Oh ja, ik sta wel een beetje in de bosjes. Jij hebt sleutel toch? Ja. Kan je een stukje lopen? Ze hebben ook veel katten, hè? Ja. Dat vind ik dan weer wat minder. Ja, ook hondje. En kippen. Even kijken. Ja, lief hè? Ze zitten dus echt niet opgesloten. Ja, ik kan nog gewoon een beetje rondlopen. Kom je even hier chillen? Hallo. Oh, die is wel lief. Hey. Zelf. Yeah. 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 Lief. Helemaal met de oortjes zo. Ja. Yeah. Mag wel. Misschien nu even niet. Moet je niet naar achteren borstelen? Naar achteren, zo. Zo, ja. Ja, zijn rug ook. Nee, zijn buik niet, maar dat is toch zijn rug bovenop. Kom maar. Oh, ze zijn zo oud. Ja.
zijn we op pad. En we gaan gewoon lekker rijden. En als we tegenkomen, gaan we eruit. En nu zijn we bij een soort kasteeltje weggekomen. Moet je dan hier erin of mag je ook hier? Ik denk dat hier ook, denk ik. Kijken? Ja. Dan gaan we even klimmen. 12 tot 1300 is deze gemaakt. Deze stond niet echt op internet of zo. Nee, ik heb die zo leuk gevonden. Die? Ja. Is heel groot. Zo kun je de muren. Dit is helemaal links. Fout mee. Hier is die wel open. Kom maar door, hè? Ja, deze maakt de eigen olijven. De tafels zijn wel opgemaakt. Moeten we even kijken. Wat? Dit. Hoe? Golden Hour. Is dat zo? In Nederland is Gouden Uur is wat anders. Wat dan? Dat is toch van die serie, Gouden Uur? Oh, is toch ook iets met Pasen? Nee. Filmen, dat hebben we ingesteld. Ik heb nu weer wat raars gedaan, denk ik. Hoezo? Oh. Dit is homemade olijfolie en olijven. Ja. Homemade wijn, volgens mij. Wijn van deze druiven. Van zijn eigen, denk ik. En tzatziki, denk ik ook homemade. Ja. En lekker broodje erbij. Ja. Heerlijk. Leuk. Hier gaat het dus omlaag. Kippetje. Oh, geeft niet hoor. En lam voor meneer. Lekker, joh. Was lekker, hè? Was heerlijk. Heb je goed afgekluifd? Ik kan nog wel iets verder doen. De wijn wordt niet hier gemaakt, maar die wordt verderop wordt die gemaakt. Dus door, wat verderop wordt dat gemaakt. Wel van hem of door? Nee, maar de olijfolie wel. Die komen dus wel van hemzelf, want hij heeft ook echt zo'n certificaat heeft hij. En zo'n ander papier waarin staat dat het dan authentiek is. En toen zei ik, en die olijven dan, hij zei ja, die zijn dus allemaal van onszelf. Oh, cool. Van hemzelf. Maar die verkoopt hij dus niet? Nee, toen zei ik ook van ja, die olijven die waren ook echt lekker, smaakten ook heel goed. Ik zei, oh dankjewel, ja klopt, want het is een speciale olijf. Het brouwt een beetje zoals Olof. Maar een speciale olijf plukt hij ook zelf, maar die vind je bijna nergens meer hier, omdat die er zo speciaal is. Het is ook moeilijk om te groeien. Dus andere mensen van Corfu, die stappen af van deze en die gaan gewoon over naar een andere die makkelijker te groeien is.
En hij blijft echt zonde, want als deze zo lekker is. Ja, deze was wel echt. Oh, kijk, je ziet het zon nog een beetje. Het was wel echt wat afgekoeld, vond ik. Ja. Met blote benen. Dat klopt. Oké, ga naar huis. Ja. Het was nog 20 minuten ongeveer. Zoiets. Wat lelijk. We zijn een keer op tijd terug straks bij ons hotel. Het is 7:50. Dus we gaan nog even een snackje halen voor vanavond. De andere avonden waren we om 6:30 in het hotel. Douchen, omkleden en dan eten. Nu gaan we lekker een filmpje kijken. Denk je dat het wat is? Dit betekent echt vakantie, Oreo. Moeten er nog wat chips of zo? Ik hoef geen chips. Wou je geen snoepje? Ze is ook net klaar. Ja, klopt. Wat doen? Zou die zijn? We staan nu even door. Oreo Haribo. Ja, we hebben nog een paar chips. Ontbijt in Corfu stad. En we hebben nog heel veel te bekijken daar. Heb je de lijst wel klaar? Nee. Oh, we moeten van de ene voort naar de andere voort voor jou. Dat klopt, maar die zijn wel makkelijk te vinden. En de rest van de stad, hè? Ook klopt. De eerste hier. Ik weet weg. Wat ik op mijn lijstje heb, wil je het horen? Ja. Spianadaplein. Ja. Dat zijn we niet geweest, hè? Museum Aziatische Kunst. Panagia Spiolitia Kerk. Mandrakina Kerk. Spiridon Kerk. En Flaherna Klooster. Die schijnt heel mooi te zijn, maar volgens mij zit die bij jou voort. Oké. Okay. Naar beneden? Ja. Jij weet de weg niet. Nee, hey joh, rechts ervoor. En wat ik altijd leuk vind is om een tentje uit te zoeken. Dus ik heb nu de coffeeshop posters uitgekozen. Die zit dus in de stad. Kijk. Dit tentje. Daar gaan we nu heen. Het belangrijkste, dat is markt. Elke dag behalve de zondag. Maar hoe zou die markt dan zijn? Op dat plein, denk ik. Corfu Central Market. Gelegen buiten de oude stadsmuren. Vesvis. We zijn er. Het is net iets buiten de stad. Dus we zijn met de auto. Het gaat wel heel koud, ja. Toch maar wel, voor de zekerheid. Ze hebben hier een drive-thru. Echt vet slim, super leuk.
Ik zou hier dus echt wel kunnen werken. Zou dit echt superleuk werk. Lekker met die auto's, koffietjes brengen, zon erbij. Helemaal leuk. We hebben geluk, een plekje vooraan. Kijk, die heb papa. Suzuki Alto. Oh, ja. Beetje hetzelfde als deze. Ja. Ander gezicht zo. Ja, hè? Ik denk dat dit nog... Geen cash? Nee, het ligt nog in de auto. Oh, dan moeten we weer terug. Even wachten op Dennis in het zonnetje. Daar is hij weer. Yo. Ja, het gebouw in. Is dit niet die Britse hospital? Nee, dit is denk ik... Mariakerk. Zo. Ben jij er klaar voor? Ja. Ja? Goeie moed. Dat we geen flesje water hebben. Dat klopt. We zijn er bijna. Zeker, dit is niks voor mij. Moest je in pauze? Nee, ik heb iets gezien wat jij nog niet hebt gezien. Wat heb jij gezien? Laat eens zien. Oh, gaaf. Ik heb hem naar mama gestuurd. Oh ja, waar zag je hem dan? Hij zat daar. Oh, cool. Voort was echt heel mooi. Helemaal omhoog geklommen. Dus even water halen. En dit is de Spionadaplein. Of het plein. En... Thank you. Nu gaan we naar het nieuwe fort. Want daarachter is als het goed is de markt vandaag. Tot 1 uur. Ja. Gaan we even over de markt en dan ook nog naar de, in de nieuwe fort. Ja. Denk ik. Oké. Eentje. Ja. We zijn bij het nieuwe fort. Misschien kunnen we de markt zien vanaf hier. Dan weten we waar we heen moeten. Oké. Het internet staat ergens achter het nieuwe fort. Ja, dat is dan daar of daar. Ik weet het niet. Ja, dat ook niet. Ik denk bij die rotonde van laatst. Dat is dan daar. Ja. We zijn iets te laat voor de markt. Wat zijn we? Misschien zijn we wat te laat voor misschien de markt. Maar misschien is het...
De zeepfabriek stond ook nog op mijn lijstje. En die blijkt 140 meter verderop te zijn, dus we gaan daar nog even heen. Ja, doe jij hem? Groene zeep. Leuk, hè? Ja. Nou, gaan we. Het is hier dus echt heel druk overdag. Zullen het allemaal toeristen zijn? Ik denk de meeste wel, ja. Zo, wij zijn weer bij de auto. 1100 stappen gelopen. 11.000. 11.000 stappen gelopen. Dus nu kunnen we lekker naar de beach. Gisteren waren we bij een strand. Daar kon je snorkelen. Alleen de zee was heel wild. Dus we gaan het nog een keer proberen. Want dan kun je dus naar een rots toe. Dat lijkt op een olifant. En daar kan je dan lekker snorkelen. Dus 56 minuten. 56 minuten. Hier hebben we gelopen naar de parkeergarage. Links. Zwaar leven. Doei. Sleutel mee. Zijn we omgekleed? Oh, we zijn dus nu bij... Hoe heet deze beach? Ja. Ja. Bij het strand tegenover dus de olifantenrots. Dus we hebben even omgekleed bij de auto. En dan kunnen we hopelijk snorkelen. Jij dacht dat het kon, hè? Ik weet niet of we helemaal naar die olifant kunnen. Weet ik ook niet of ik dat volhou. We kunnen in elk geval tot die rotsen een stukje. Cirkels. Kijk of het kan. Oh, dit is dus de olifant daar verderop. Oh, ik was tegen de camera aan het praten. Er is niet gesnorkeld. Misschien straks. De zee is te wild. We hebben een lekker lunchpakket. Wat zal het zijn? Ja? Wat is dit allemaal? Lekker! Ik dacht dat hij eraan kwam. Wat? Dat maakt het niet uit. Jawel, dat durf ik niet. Dit is typisch Corfu. Ja. Lekker? Ja. Geen alcohol, altijd goed. En citroen. Dat is... Wat is het? Een donkey shake. Ik gaan we dus niet gebruiken, dus zetten we bij die andere spullen. In het beige. Dat is helemaal leuk. Het past helemaal bij ons. Toen zijn we erin getrapt om haast te brengen. Iemand had hand. Body lotion. Is hand en body. Ja. Kijk dan. Typisch Corfu's. Donkey milk, hand en body cream. Leuk, hè? Ja, geslaagd. Alleen nog maar één ding. Anders.
lekker eten. Heb je lekker gegeten? Ja. Beetje te veel. Ja. Vond ik ook.